Luister lekker mee. Alleen of met z'n twee. Gezellig. Luister naar die heerlijk gekke show. Lekker gekke show. Award-winning show. Welk award? Oh, je leest de kranten niet, begrijp ik. Wij zijn ook altijd op zoek naar scoopjes. Dingen die mensen ons graag zouden willen vertellen. Dat met ons delen, eventueel, als ze dat willen. Is er op korte termijn een verandering op sprong bij Q-Ritjes? Het is wel even leuk om te melden. We gaan iets nieuws doen. Ja, zeker. Maar ik ga niet vertellen wat. Waar heeft het mee te maken? Met de programmering. Komt er een nieuw iemand bij? Ja. Oh. Maar op een belangrijk tijdstip ook? Ja. Oh, is het een vrouw? Nee. Oeh, dat narrows it down, Pieter. Ja, nou, ik ben niet gebeld, dus... Nee, maar het moet ervaren iemand zijn in elkaar, toch? Ja, zeker. Ja. En is dat iemand die dus bij een concurrent zit... waar je zegt, nou, daar heb ik nog een appeltje mee te schillen? Zo had ik er niet naar gekeken, maar... Nee, maar jullie kennen hem wel, ja. Ja. Oké, okay. En hij gaat een kardinaal uren doen bij jou op de dag? In het weekend? Zou kunnen. Nee, maar goed, je hoeft het niet per se te zeggen. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Maar goed, laat me het zo zeggen. Ik ben nu helemaal een beetje nerveus aan het worden. Maar het is toch een leuk scoopje. En per wanneer is dat, Dave? Mag ik vragen? Daar zijn we nog naar aan het kijken. Maar ik denk dat vanaf september zal zijn. Nieuwe radios. Oké, dat gaat dan dus ten koste van iemand? Nee, hoeft niet. Dus dat is nu een non-stop uur? Nee, hoeft niet. Dat kan niet. Het een sluit het andere. Dat gaat niet. Nee, want waarom zou het ten koste van iemand moeten gaan? Een duo-presentatie. Dat zou ook kunnen. En jij vindt dat diegene die nu solo presenteert... beter wordt als hij dat duo doet? Ja, maar dat is het niet. Dat is het niet, nee. Niet wat een goede baas het is. Ik vond het heel erg leuk met je. Dankjewel, ik vond het leuk om hier te zijn. Goed zo. Is er een vraag geweest waarvan je denkt... van, jammer dat je het niet gesteld hebt? Nee. Bijvoorbeeld, wanneer kom je weer? Had gekund. Zeker. Dave Winnebo was in de house! Ja hoor, best. Zometeen Gerard Jolink direct naar de klok van 14:00. Blijf er lekker bij en kijk mee via de beelden... want daar zie je ons lekker acteren. Tot zo.